Maar ik moet zeggen, als je ouder wordt, verandert het wel. Maar mannen vinden dat heel leuk. Tenminste, die ik heb ontmoet wel. Ik word graag gevingerd. Nou, ik wel. Nou, lekker toch. Oh man. Nee, niet speciaal. Nee, niet. Nou, niet alleen dat. Het is van alles wat, door elkaar. Ja, dan... Oké. Dan wel. Dan wel. Ja. Oké. Wat vind je zo lekker aan gevingerd worden? Als iemand het goed doet en je G-spot kan bewerken, dan kun je ejaculeren. Dat doen bij vrouwen ook. Ja. Ja, oké. Dat is prettig. Nou, ik denk gewoon de stimulatie. Dat het gewoon even alleen maar daarom draait. Ja. Zo. Ja. Maar dan moet iemand het wel goed doen. Dus, want als iemand het niet kan, dan zit je daar ook van. Ja. Hallo. Misschien speelgoedkist, maar loop je te gaaien. Normaal. Wat ik wel leuk vind als het onderdeel is van een voorspel. Dus dat je heel erg dicht in elkaar bent. Weet je, dichter kom je niet bij elkaar. Dus dat kan wel een opwindend onderdeel zijn van voorspel. Ja, dat hoort erbij. Dat is weer net het stukje voorgerecht, overgerecht, nagerecht. Ja, dat is het aperitiefje. Dat bedoel ik. Dat je het zelf niet hoeft te doen. Ja, inderdaad. Vinger je jezelf ook graag? Ja. Ja, dat vind ik wel belangrijk voor mezelf, zeg maar. Nee, eigenlijk niet. Want ik vind dat ook gewoon niet echt per se de lekkerste sensatie of zo. Het leuke aan vingeren is, zeg maar, dat er een man aan zit voor mij. Dus om dat bij jezelf te doen, nee. Ik doe het niet heel vaak. Ik heb er wel iets voor. Wat heb je dan? Een vibrator. Stilstand wel een stille. Ja. Zeker weten. Ja. Nee, dat doe ik niet zo gek vaak. Het is wel nice, maar ik vind het toch beter als iemand anders het doet. Wordt jouw G-spot gestimuleerd door vingeren? Ja, als het goed gedaan wordt wel natuurlijk. Ja, en waar zit het dan precies? Ja, boven. Tussen bij de wand van je uretra, je plaatsen. Ja, daarboven ergens. En dan aan de binnenkant van je vagina, zeg maar, aan de voorkant. Ja. Het is een beetje, het is wat ruwer van structuur dan de rest van je vagina weefsel. Oh, ja, kan dus wel. Ligt ook aan wie, handen, formaten. Of diegene weet van waar zit het ongeveer, hoe moet het doen, de kromming. Er zijn een paar die het hebben gevonden. Dus, nou, trots op onthouden. Jullie. Blij met hun. Ja. Als we het goed doen. Ja. Je moet, zeg maar, je moet omhoog krullen. Mm-hmm. You know. Mm-hmm. Ja, thanks. Soms wel, maar ik weet niet, ik heb niet constant dat gevoel of zo. Ik heb wel dan, als dat dan zeg maar bij het voorspel hoort en ik heb daarna echt de seks, zeg maar, dat het dan wel dat gevoel langer vast kan houden. Maar nee, niet alleen met vingeren, nee. Kon jij squirten? Ja. Ja, ik ook. Nou, we hebben iets gemeen. Mag ik de koptelefoon? Wil je dat niet weten? Nee. ja. Oh man. Maar het zat denk ik een keer heel close. Maar toen was ik meer van... Nu kappen, want... Ik weet niet of ik moet plassen, omdat het heel erg dicht is. Maar ik weet dat het in je hoofd ook is van... Het voelt ook hetzelfde allemaal, maar het was gewoon, ik kan het niet aan. Ik kon nog even niet over de mentale dingen heen. Dat ik was van, oké, blijf maar doorgaan en we zien wel. Ja, tuurlijk kan ik dat. Maar, ik moet zeggen... Als je ouder wordt, verandert het wel. Maar mannen vinden dat heel leuk. Tenminste, die ik heb ontmoet wel. Ik heb wel iemand laten squirten. Toen was ze aan het douchen en toen gebeurde... Ik had het niet verwacht hoor. Het gebeurde opeens gewoon... Ik was ook van, wow. Good girl. Ja. Wanneer ben je voor het laatst gevingerd? En hoe was dat? Ja, dat is alweer even geleden. Nou, dat was wel prettig. Oh, toch wel. Dat was lekker. Ja, was gisteren. Lekker. Oké, okay. Nou top. Ik heb geen idee. Maar ik denk dat het wel fijn was. Ja, ik ben heel erg tevreden over mijn seksleven. Dus heel goed. Geen klachten. Nou, weer 33 jaar geleden. Weer 33 jaar geleden. Nee, nog wel tijdens mijn huwelijk hoor. Hoe word je het liefst gevingerd? Ik denk eerst met één en daarna met twee.
ik kan best wel hebben. Dus het mag ook wel gewoon hard. Met twee vingers dan? Ja, ik vind af hoe lang iemands vingers zijn. Ja. Of kijk, als het echt tengere vingers hebt, ja, voel je dan wel iets. Ik denk het niet. Moet wel met een komende beweging maken. Dan is het op zijn best. Ja, nou, op mijn clitoris. Ja, in mijn vagina mag ook wel. De combinatie ervan is ook wel lekker. Ja. Het liefst wat sensueler, ja, denk ik. Ga ik ook voor, ja. Ja. Als het ruig is, gaat het meestal gelijk een beetje... Wordt het wat gevoeliger, zeg maar. Een beetje zeer doen. Ja. Nou, het hoeft mij dus niet de hele tijd erin. Nee. Dat vind ik gewoon echt niet fijn. Nee. Maar het hoeft niet, ook niet alleen om mijn clitoris... Als het kan, even tegelijkertijd. Oké, jullie hebben 20 seconden tijd om zoveel mogelijk sekslijntjes op te noemen. In 3, 2, 1, start. Crazy Harry. 69. The Happy Tree. Lepeltje. Zeester. De Koala. 69. Missionaris. Doggie. Cowgirl. En je hebt ook nog de helpende cowgirl. The crazy screaming cowboy. Ballerina. Had ik de lotus al? Dus zeester is zeker een standje tegenwoordig. Ja, en de happy feeder. Ben jij nou benieuwd naar het nummer van Fleur? Laat dan een reactie achter in de comments. En wie weet reageert ze wel. En hou je dan ook zo net zoveel als wij van Spuiten en Slikken? Like en abonneer. Tot de volgende keer. Bye bye. Doei.